Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En vandaag iets totaal anders. Zeker. Iets totaal anders. Maar er zit wel één element in die toch wel een klein beetje hetzelfde is als met metaaldetectie. Nou, ik ben benieuwd. Je weet namelijk niet wat erin zit. Ja, als je een gaatje graaft weet je ook niet wat je vindt. En 9 van de 10 keer is het rommel. Wij hebben hier allemaal zakjes leggen van AliExpress. We hebben gewoon een zak met AliExpress pakketjes gekocht. Kun je gewoon per bulk kun je dat kopen. Yep. En dat is ergens in de post misgegaan. Het zijn geen pakketjes uit Nederland, want we kwamen uit Rusland al tegen. En welke landen nog meer? Rusland, Jeruzalem. Weet je, dat soort landen ben ik tegengekomen. Ja. Nou ja, allemaal verschillende soorten landen waar dit pakketje heen had gemoeten. Maar is niet terechtgekomen. Dus dat komt op een groot verzamelpunt. En wij gaan gewoon, ik denk dat we naar omste beurt het pakketje gaan openmaken. Ja, ook hier staat al Noorwegen op. Dus, zit er een pakketje bij waarvan je denkt van nou, lijkt mij nou een bit leuk. Oeh, dit ziet er ook heel apart uit. Niet voelen. Ik ga voor dit pakketje. Niet voelen. Nee, ik heb alleen gepakt. Deze komt uit Noorwegen. En ik ben heel benieuwd. Het is wel grappig om zoiets een keer te doen. Weet je, ook al zijn het maar kleine pakketjes. Het is wel heel erg leuk, hè? Je weet nooit wat je tegenkomt. Even kijken. Dit is een tasje, denk ik. Ja? Is het een tasje? Ik denk dat het is voor een... het is voor je arm, denk ik. Wat is het? Ik heb geen idee. Ik denk dat het voor je... ik denk dat het voor je arm is, dat je hem zo oplegt en dat je dan hier weer... Eerlijk gezegd, ik heb geen idee wat het is. Waar staat hij? Thank you. Enjoy. Nee, je mag niet voelen. Okay. Dit pakketje, dit is eigenlijk bedoeld voor... Staat er niet op? Nee, ik denk iets Russisch, kijk maar. Zie je dat? Ja, het staat er, dat komt omdat er een toer op staat. Hieronder staat het adres, kan je nou niet zien. En het is net alsof Sinterklaas hier is, met al die pakketjes. Ja, hè? Het is een telefoonhoesje. Een telefoonhoesje. Voor de... Ja, zeg het maar, er staat Chinees op. Deze had ik van de week al in mijn hand. Die ga ik nou lekker openmaken. Hij rammelt. Ja, hij rammelt, daarom. Een doosje smarties. Vermoed ik. Het is een kleur. Nee, het is geen make-up. Shake well and patch test before using. Dit is henna. Pigment, inderdaad. Er staat een draak op. Cosmetic color. Ja, dit is henna voor op je handen. Oh, wauw. Nou, leuk. Oh. We hebben niks henna. Aan. Henna. Oh, dit is whitening and moisturing. Dark spot corrector crème. Dus als je... dit gebruik je zeg maar als je wallen onder je ogen hebt of zo. Oh, die heb ik altijd. Nou, dan kan je deze dus gebruiken. Maar ik ga het niet doen. Het ruikt goed. Voordat je het weet heb ik in plaats van ballen heb ik hier allemaal freckles. Ik denk dat het wel meevalt. Oh ja. Ga je gelijk voor die? Dat is die hele zwaar, hè? Of niet? Ja. Dan maak maar open. En jij dacht dat er batterijen in zitten. Ik denk dat er batterijen in zitten. Oké, dan gaan we kijken. Ik denk van niet. Wish good mood every day will make our whole day. Zeg toch? Het zijn geen batterijen. Het zijn batterijen. Maar waarom in zo'n doosje? Wacht, we gaan gewoon. Ik heb alleen hier. We hoeven niet alles open te maken. Oh my god. Wat zijn dat nou weer voor batterijen? Dit zijn hele aparte batterijen. Groen. Ja. Nee, die voor kan gebruiken. Ah, oh, kijk, een zakje. Oh, dat is altijd goed. Oh. Waar komt die vandaan? Of waar zou die heen gaan? Deze zou naar. Woman Hair Removal. Enjoy your soft skin. Woman Hair Removal. Enjoy your soft skin. Wat is het nou? Haar remover? Remover? Dat staat hier toch?
hair removal. Dus enjoy your soft skin. Dus dat is voor, ik denk voor vrouwen met kroeshaar. Nee, dit moet je op je heuvel smeren. Oh, wat een stank, jongens. Gadverdamme. Oh, als jullie dat konden ruiken. Dit moet je op je... op je... Nietes. Ja, dat, op wommen. Oh, wacht even. Dat moet je op je heuvel smeren. Oh, dat is dan een soort wax of zo. Ja. Oh, wat stinkt dat. Een afstandsbediening. Oh. Een sleutelhanger met een afstandsbediening voor je auto. Oh. En hoe werkt zoiets dan? Dat weet ik niet. Oh ja joh. Kofferbak open, deuren open, dicht. Maar dat kan toch niet zomaar op een auto werken? Nee, ik denk dat hij het ook niet doet. Dat is toch heel raar. Zit er niet een laserlapje in of zo? Nee. Dat je kan laseren. Ik denk dat het... Er staat een instructieboekje zit erbij. Wat apart joh. Alles in het Chinees. Nee. Pakketje. Wat staat erop? Ik denk dat dit... Oh, dat is parfum. Parfum! Lekker! Persik parfum! Ach, verdammt. Persik parfum? Ja, kijk. Chinees. Het is al een heel klein flesje, hè? Smiddy Yang. Hoe? Even... Nee! Doe dat! Oh, dat ruikt wel lekker. Nee. Ja, vind ik wel lekker ruiken. Ja. Geef je het maar aan je moeder. Ja, dat ga ik zelf gebruiken. Nee. Ja, ik moet lekker ruiken. Ja. Oh, nou. Dat is toch leuk. Een 3D-bril. Een 3D-bril. En weet je wat nou het leuke is? Dan kijk je op die Ali-sites, hè? Wat is dit nou? En dan kijk je op die Ali-sites en dan zie je een foto van een 3D-bril met hele prachtige foto's erbij. Ja. Nieuw, echt, werkt super en dan, gaaf. En dan krijg je een kartonnen dingetje op. En dan krijg je dat. Dat is toch echt... Ik denk iedere keer, het is niet zoveel, maar je bent toch behoorlijk aan het... Ja, zeker. Dit voelt ook naar niks. Nee, het zijn allemaal... Deze was voor... die moest naar Bulgarije. Bulgarije. Oh, sorry. Iets roos. Ah, dat mens wel met ons. Ja, we zijn vandaag ook in het roos. We zijn vandaag samen in het roos. Ja. Wat is het? Dat is een spons voor je gezicht om make-up op te doen. Er zijn nog geen mondmaskertjes tegengekomen. Nee, gelukkig niet. Ah, als je het erover hebt. Ik wist het. Ik voelde het wel. Als je het erover hebt. Maar dit is wel een goeie. Dit is een Toy Soldier. Ja, inderdaad. Camouflage. Dan ziet niemand dat ik hem op heb. Dat is waar. En heb ik nou hier ze niet eerder een keer besteld? Ik heb ze al in een roze. Had ik. Ja, precies dezelfde. Oh, wat erg. Nou, dan gaan we door naar de volgende. Voor mij is het een telefoonhouder voor in de auto. Oh, ja. Ja. Oh, kijk. Dat is nog niet eens zo verkeerd. Het is een, kan je zo en dan... Het ruikt naar parfum. Oh, nee hoor. Zie je wel dat het geen thee is? Oh. Dit is, ja, maar dit lijkt op een slaap. Is het niet voor in je klerenkast, zodat je... Ik heb geen flauw idee. Dit zijn ook weer die korreltjes. En weer met dat poppetje erop. Maar deze ruikt heel sterk naar parfum. Ja, dat ruikt echt naar robijn of zo. Als jullie het weten, zijn dit niet van die zakjes die je in je kledingkast moet leggen. Hey! Die is leuk. We hebben eindelijk een ring. We hebben een ring, we hebben een ring. We hebben een ring. Echt heel leuk. Met diamanten. Echte diamanten. Echte diamanten. Nee. Hij is super leuk. Oh, wat toepasselijk voor mij. Vlindertjes. Ja. Waarom zou iemand bij AliExpress een rolletje plakband kopen? Of wacht even hoor.
Ik begrijp het niet. Maak hem gewoon even open. Dan moet je gewoon 4-5 weken wachten op je rolletje plakband. Elke supermarkt heeft... Hier. Oh, er zit gewoon... Nee, het is geen plakband. Het is heel... Kijk, het is onwijs dik. En het ruikt. Ruik maar even. Ruik. Ruik je het? Het ruikt een beetje chemisch. Oh, weet je wat het ja, is? Ja, het ruikt heel bekend. Weet je wat het is? Je kan kijk, het is dubbelzijdig. Oh. Kan je dingen ophangen. Handig! Nou, ik begrijp precies waarom ze dit gekocht hebben. Ja, dat snap ik nu heel goed inderdaad. Ja, wat is dat? Oh, een kompas! Oh. Nou, dat vindt Daniel leuk. Oh. Ik denk eerst van, wat is dit nou? Ja. Dat is een kompas met een touwtje erin. Mm-hmm. Het touwtje is er ondertussen af. Moet ik weer slopen? Nee, kijk. Ah joh, die kan hem zo weer aan. Je kan hem zo ergens weer aan doen. Ja. Ja hoor, we hebben de eerste. Oh nee, ik zei het nog. Ik zei een vibrator ringetje. En die doe je om je vinger. Oh, gelijk openmaken hè. Nee, die doe je om je piemel toch? Kijk, die doe je om je piemel. Lekker. Maar... Oh, ik weet waar het voor is. Wij zijn weer veel te sexy. Dit is voor als je een onderkin hebt, dan kan je hem trainen. Oh my god, hey. Dat is zo'n... Nee. Oh, dit is een Bluetooth dongel. Ja. Oh, die zijn wel leuk. Een Bluetooth-dongel. We laten hem gewoon even dicht. Cute. Een haarspeld voor een kind, voor een meisje. Ja, of voor je pak. Nee, het is een haarspeld voor meisjes. Ah, die kan je wel een jasmijn geven. Ja. Jasmine. Leuk. Het is een speldje en ik weet niet wat de betekenis van het speldje is. Het is een speldje. Is dat voor inks? Een vissen. Om te vissen. Oh, nou die kun jij wel gebruiken. Ja, die kan ik wel gebruiken. Het is een garnaaltje. Ja, het is een garnaal. Oh, wat een leukertje. Het is een garnaal met een haak eraan. Om te vissen. Oh, oorbelletjes. Mag ik dan eerst maar eens een weekje in de... Zijn het oorbellen? Ja man. Oh, wat een schatjes. Die mag je dan eerst wel een weekje in de alcohol leggen. Ja, zeker. Paarse knopjes. Dan oh, steentjes. Ja, steentjes. Met één grote... Oh, ik vind ze wel leuk. Ja, dat zijn ze. Ja, leuk. Heel erg leuk. Het opsturen is veel duurder dan dat ding, dus dat kent mij niet. Moet je ze ruiken. Ja, zo. Dat is toch echt... Dat is heel chemisch. Oh, daar zat niet kanaal in. Nee. Oh, weer oorbellen. Oh, dat is echt mijn kleur. Oh. Een beetje nep. Nou, aan de andere kant niet. Nee. Nee. Oh, ik kom er even naar jullie toe. Een beetje turquoise. Ja, een beetje turquoise. Ja. Zal wel weer iets van make-up zijn, inderdaad. Regen. Dit is een freckle. Freckle. Dat is sproetjes. Sproetjespen. Oh, nee. Je hebt altijd wel sproetjes willen hebben. Ja. Jij doet altijd spul erop zodat je sproetjes weggaan. Oh my god. Wow, die had een tijdje geleden had ze zoiets op. Je hebt zelf sproetjes gemaakt. Daar moet ik nu aan denken. Misschien is het al wat voor Bo. Misschien vindt ze het leuk. Oh, het is een sproetjespen. Wacht even. Zal ik het vlak even bij jou uitproberen? Nou, denk ik niet. Oh, maar kom maar. Ja, op mijn hand. Oh. Wat een gigantische... Stanksmerrie. Oké, wacht even. Ik doe hem eerst... Waarom is die zo groot? Wat denk ik? Waarom... Wacht even hoor. Ik moet eerst even dit eraf halen. Duurt lang. Ja, boring. Even schudden. Wie doet dat nou? Sproetjespen. Wie gaat er nou sproetjes en dan doe je... Ja, dit worden wel hele grote sproetjes. Ja,
maar ja. Ja. Je kan er ook fruitjes. Een sproetjespen. Hey Rutje. Hartstikke leuk. Je kan er ook fruitjes van maken. Ja, het lijken meer op fruitjes dan op sproetjes. Ja. Wat is dit nou weer? Een spekje. Ja, daar lijkt het wel op. Het kan ook. Oeh, ik denk dat het een vijl is. Een wat? Het is een vijl. Een vijl? Voor je. Kijk. Werkt het? Voor je nagels. Denk oh, dat. Het kan ook voor eelt zijn hoor. En dan ga je. Nee, ik was nog helemaal niet klaar. Niet met bemoeien altijd. En dan ga je volgens... Ja, maar als jij hem nou gebruikt voor je nagels. Kijk, en dan ga je op de zachte kant eroverheen. En dan is het de bedoeling. Ik weet het eigenlijk niet. En wat nou als hij wel voor eelt is? Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat het voor de nagels is. Dat werkt wel. Ja, ik denk dat het voor de nagels is. Maar... Weten jullie nou waar dit voor is? Dan horen we het graag. Ja. Ja, ik heb een mondkapje. Ja. Eentje van de Toy Soldier met, hoe heet het spul? Camouflage. En ik heb er een met oorlog. Mijn man heeft er een met camouflage. Glitters. En, nou ja, ik ga hem niet eens uitpakken. Een met glitters. Ja, leuk. Zo. Deep Cleansing Peel-Off Mask removes surface. Verdomme, weg met dat ding. Berg het maar gauw op, want als Daniel het ziet, dan denkt hij dat het nog een speelgoedje is. Nou. Is de container al geleegd? Ja, kunnen we gelijk alles zeggen. Hey, vonden jullie dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vonden jullie er nou geen moer aan? Doe dan even een duimpje omhoog. Lieve comment en vergeet niet te abonneren. Volgende keer weer wat anders. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.